De knie van Senesi, daar gaat het om. Dat was nou het punt en het moment dat bepaalde Feyenoord PSV. Want toen schoot die Malen, die schiet gewoon. Je ziet die bal, je ziet je van achteren, zie je die bal gewoon zo, boem, recht het doel ingaan. En daar komt nog eventjes de knie van Senesi. Anders was het 3-2 geweest, dan had ik het nog willen zien. Hoe die wedstrijd was afgelopen. Maar als je er gewoon zo... Iedereen zegt nou natuurlijk... Ja, zie je? Nou hebben ze zich helemaal herpakt... na die afgang daar bij Heerenveen. Nou, dat is gewoon helemaal niet waar. Jullie weten het, ik heb een Feyenoord hart. Echt waar. Maar we moeten echt heel erg realistisch zijn... bij het aanschouwen van deze wedstrijd. Ja, want Feyenoord... Luister eens even goed. Ik heb dit eigenlijk nog nooit gezien in de Kuip. Nee. Nee, eerlijk niet. Heb je ooit gezien dat Feyenoord zo verdedigend heeft gespeeld? Ja, en dat betekent dat Dickie, die heeft dus weer controle. Bij Feyenoord. Het gaat weer zoals Dick het wil. Want Dick heeft er schijt aan. En Dick zegt, we gaan gewoon met z'n allen terug en de mazzel. En zo is gebeurd. Nog nooit heb ik een Feyenoord gezien dat zo verschrikkelijk de bus parkeerde in het eigen stadion. Het speelde thuis, hè? Vergeet dat even niet. Nee, Feyenoord in de eigen Kuip, alsof ze uit waren. En we stonden maar voor het doel. Niet een bus, een paar bussen stonden er gewoon voor het doel. Ach, ach, ach. En ik, ja jongens, daar word ik daar niet zo vrolijk van hoor, om daarnaar te kijken. En dat PSV was dus gewoon veel, veel beter. Eerlijk is eerlijk en eerlijk is eerlijk. Meer kan ik er niet van maken. En ja, en soms is voetbal heel oneerlijk. Ja. Net als de maatschappij. Onrechtvaardig en oneerlijk. En dat hebben we hier gezien. Want Feyenoord is geloof ik in de eerste helft maar 3 keer bij het doel geweest. Ja, en maakt 3 doelpunten. Ja, zo kan het soms gaan in voetbal. Ja, en PSV maar aanvallen en constant maar duels winnen en constant de bal hebben. En er gebeurt gewoon niks. Nee. En dan heb je ook nog eens te maken met de pech als de knie van Senesi. Ja, zo zit het in elkaar. En dan vragen jullie je natuurlijk af. Ja, jij vond het dus niks dat Feyenoord... Nee, Feyenoord speelde heel erg slecht. En er kwamen heel weinig veel passes aan. En vaak ging ik naar de verkeerde kleur en noem het allemaal maar op. En toch winnen ze met 3-1. Ja, dus... Mijn Feyenoord hartje en ik, en dat vragen jullie je natuurlijk af. Ja, ben ik trots op Feyenoord? Nee, niet met dit vertoonde spel. Heb ik genoten van Feyenoord? Ook niet, nee. Maar ben ik blij? Ja, natuurlijk ben ik blij. Hey, 3 punten. Hey.